Jan, waarom loop je vanavond? Ik loop voor Filioep. En waarom? Ja. Ik ben een onderzoeker. En ik doe onderzoek naar de kanker waar zij geld voor ophalen, naar het neuroblastoom. Je ziet de meest vervelende, gruwelijke verhalen langskomen, neem ik aan. Ja, we zitten natuurlijk nu in het Prinses Máxima Centrum allemaal bij elkaar. Dus de patiënten en het onderzoek. Ik doe het onderzoek. Aan de ene kant natuurlijk heel goed om te zien wat je doet. En ook meteen te horen hoe dingen die je verandert aankomen. Dus je hebt een heel snelle wisselwerking, wat heel goed is. Maar het is wel heel heftig dat je dat ziet. En dat het ook nog heel vaak niet goed gaat. Je ziet dus eigenlijk gelijk het effect wat jouw onderzoek sorteert. Ja, ja en dat is heel goed. Maar je ziet ook dat we dus eigenlijk nog niet goed genoeg zijn. Want heel veel patiënten overlijden nog steeds. En we zien er wel dingen waarvan we denken, misschien gaat hij iets doen. Maar het is nog niet goed genoeg. Dus we moeten echt nieuwe dingen blijven verzinnen. En dat is waar wij mee bezig zijn in het lab. Wat zijn nou verhalen van kinderen die je aan hebben gegrepen daar in het Prinses Máxima? Kort geleden hebben we Koen natuurlijk gehad. Die we ook nog op zijn laatste opname eigenlijk ben ik bij hem geweest. En hebben we materiaal nog bij hem weggehaald om te kijken of we nog iets konden verzinnen op als we dat helemaal gingen analyseren. Dus dat hebben we gedaan. En we hebben zijn cellen ook in kweek genomen. Dus die groeien we nog. Dus dat is ook wel heel, heel raar. Dat je dus feitelijk nog de tumor van iemand doorgaat. Terwijl de patiënt daar al niet meer is. En dat was wel een heel, heel heftig verhaal natuurlijk. Met ook zo'n rare leeftijd eigenlijk. Voor een iemand met een neuroblastoom. Het is vaak veel jonger. Hè? Hij is eigenlijk heel oud. Dus dat had ik eigenlijk nog nooit gezien. Dat zijn voor onderzoekers. Zijn dat de, ja, je kan het bijna niet zeggen. Maar de beste cases om mee aan de slag te gaan. Toch? Als, ja. Maar... Het persoonlijk verdriet wat daar tegenover staat is natuurlijk onmenselijk. Ja, nee, dat zijn de twee kanten. Je bent aan de ene kant is dat heel interessant en ga je er heel erg mee aan het werk en alles mee doen. En is dat ook leuk om te doen? Dat is natuurlijk wel vreemd. Want het is, ja. Ik vind het hartstikke leuk om te doen, het werk wat ik doe. Om uit te zoeken. En het is eigenlijk een hele ingewikkelde puzzel die je probeert op te lossen. En dat vind ik wel leuk om die puzzel op te lossen. Maar het is natuurlijk heel macaber dat een puzzel is waar je nog wel steeds aan dood gaat. Ja. Nou, fantastisch je betrokkenheid. Dus ook buiten je werk om, dat je hier toch staat. Goede voorbereiding gehad? Ja, nou redelijk. Kan nog beter? Kan zeker nog beter. Heb je al een tijd voor ogen? Nee, ik ga een beetje warm lopen vanmorgen. Jij gaat er morgen ook lopen? Ja, dus nu rustig aan. Daar ga ik aan meedoen. Vanavond rustig aan. Morgen platleggen. Dankjewel. Okay. We zien elkaar bij de finish. Ja, tot zo.